Hazme grabar tu miloña, hazme grabar tu miloña. Cállate, cállate, miste besa, miste gabelie, afturban aftegedelie. Ahuati, tafahilo, n'alba kriyomi. Welkom bij Vrije Geluiden. Vandaag ben ik te gast bij Terry X en zijn vrouw Emma in hun huis in Wormer. En Terry is al heel lang muzikant. Hij heeft een band, The X, al 25 jaar. En dat is niet zomaar een band, dat is een hele bijzondere band. Maar behalve dat hij muzikant is, gitarist, heeft hij ook nog een label waar hij cd's op uitbrengt. Dingen die hij zelf heel erg mooi vindt, waar hij zelf zeer door gepassioneerd is, brengt hij uit. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n uitgave. Dat gaat over Chaitu Beraki, zangeres uit Eritrea, die door oorlog en andere omstandigheden gedreven in Nederland terecht is gekomen, in Rotterdam woont. Nou, haar verhaal gaan we vertellen in dit uur. Ik ben heel blij dat Emma, bijvoorbeeld de vrouw van Terry, met Chaitu Beraki mee is gegaan naar Eritrea en daar prachtige opnames heeft gemaakt van haar familie, van haar land en al die andere dingen. En zij gaat spelen. Prachtige muziek. Terry, je bent zelf muzikant van The X, een hele prominente band in Nederland. Jullie doen bijzondere dingen. Hoe kun je beschrijven wat voor soort muziek jullie eigenlijk maken? Ja, we zijn echt begonnen in de punktijd in Amsterdam. En toen was het heel laagdrempelig. Kon je gitaar pakken, spelen en ging goed. Het was publiek en plek om te spelen. En dat was heel mooi, makkelijk om te beginnen. En heel... Maar gauw doe je dat natuurlijk zo fanatiek mogelijk en ontdek je nieuwe dingen. En dat ontdekken, dat heeft altijd een grote rol gespeeld bij ons. Weet je, voortdurend sta je open voor nieuwe invloeden en jazz-invloeden. Je komt op improvisatiefestivals terecht. Of je komt... Ja, je ontdekt over de hele wereld de meest fantastische muziek. Er is trouwens een DVD over jullie groep gemaakt. Die heet Beautiful Frenzy.
Dus als men wil weten wat de ex inhoudt, het is een heel mooi document. Wilt u meer weten, dan moet u naar www.vrijegeluiden.nl. Daar kunt u daar meer informatie over krijgen. Je had het al over dat je een bepaald soort muziek, een bepaald soort benadering van muziek, dat zegt iets over hoe jij met muziek omgaat. Bepaalde dat bijvoorbeeld ook hoe je met Chaitu Beraki in contact bent gekomen? Ja, rond in die tijd ontdekten we net die Ethiopisch-Eritrese muziek. Dat kwam toen net. Dat was eigenlijk heel onbekend en dat kwam toen net zo boven. Wat is toen? Welk jaar was het al? Ja, een jaar of 6 geleden kwam dat zo. Ontdekte ik dat. En toen, dat vond ik geweldig gelijk. En maar het was heel onbekend en je weet er niks van. En dan via dat Eritrese eten en ja, ik leerde zo mensen kennen. Je praat met iedereen. En dan plotseling zei Emmanuel, dat was een beetje vriend van ons toen, en die zei, die had door dat de ex ook hele rare dingen organiseerde. En die zei, ja, onze beroemde ster van vroeger, die woont in Rotterdam. En die, kunnen jullie niet eens wat organiseren voor haar? Dan kan ze ook weer eens optreden en zo. En toen leerde ik haar een beetje kennen. En dan kwam je erachter dat die muziek verder nooit uitgebracht was. En door al die oorlog en ellende, ja, dat is een beetje... De oorlog in stond, Eritrea en Ethiopië? Ja, en dat stond op het punt om een beetje te... Weet je, als zij overlijdt, is het er niet meer, gewoon die muziek? Nou ja, en dan kom je bij haar op bezoek en dan krijg je eten en langzaam zeker leer je er een beetje kennen. En vertrouwt zij mij ook en geeft foto's en vertelt over haar en je spreekt andere mensen. Van het een kwam het ander. En deze CD is daarvan de weerslag. Hè? Ja. Met heel veel informatie, prachtige foto's. Ook een verslag van jullie reis door Ethiopië en Eritrea. Ja. Hè? En twee CD's. Met muziek die je hier in Wormer in de polder hebt opgenomen, geloof ik. Ja, precies. En we hebben er 4 jaar aan gewerkt. En elke keer leerden ze weer nieuwe liedjes. Of repeteerden ze die oude liedjes. 4 liedjes, 3 liedjes zingen en daar terug. 2 liedjes, 4 liedjes en dan terug. 4 jaar? Ja, precies. Dus je bent vaak op en neer gereden? Heel vaak op en neer gereden. Maar ook heel lekker gereden bij. Alleen dankjewel, die auto komt, slaapt er boven. Koud. Koud? Ja! Ja, ik bedoel, elke keer kwamen er weer 3 nieuwe liedjes. Maar ik wist begon niet waar het zou eindigen of hoe het zou gaan. Of helemaal. Ik wist eigenlijk helemaal niks van al die termen, al die titels en al die volken en al die culturen. Dus ik was gewoon helemaal een soort blanco blad en dat vulde zich langzaam in. En dan, ik besefte steeds meer hoe belangrijk zij geweest is. Ik praat ook heel veel met andere Eritreërs en iedereen weet van haar. Ik bedoel, ik spreek in Amerika een taxichauffeur en die zet zijn taxi aan de kant en die barst in snik uit van, Taitu, leeft ze nog? En, want ze is gewoon, was gewoon verdwenen. En ze heeft ontzettend veel betekend voor het land. Ten eerste al die liefdesliedjes en op de televisie en een soort popster. En later in die hele onafhankelijkheidsstrijd heeft ze vooraan gezongen en mensen geïnspireerd en voor de vrouw en de kinderen. En ze is ook gigant. De Haume liedje. Mensen in Ethiopië ook, iedereen kent haar ook. Haule. Luister, Haitu, Haule. Ja. Ik naar Amerika, maar die Ethiopië, alle meisjes, Gazachow, allebei die zingen voor de vroeger. Komen mij zitten voor mij, praten voor mij. Dat is heel beroemd. Ja. Ja. Hoe begon het eigenlijk met de muziek? Ik? Ja. Oh, die kraar
Thuis komt mijn tante, koopt drie kraar, zelf deze, staan voor Sudan. En dan komt hij naar Eritrea met drie kraar. Een kraar van Atta Abraha, die grote zinke van Eritrea. Een kraar van Katharina Walhalima Conti. Een kraar zit thuis. House mijn oom. En dan hebben we grote mensen, grote dokter namen Ma'raf. Lang. Ik 8 jaar, Ma'raf 12 jaar. Ik ben allemaal 9 jaar. En dan ik bracht Ma'raf, kom, geef me deze kraar. Op die koelkast boven, die kast. Ik te geven mij, ik. Nee. Dan echt kraar op mijn hand, 11. Maar zelf geleerd? Ja. Emma, jij bent met Chaitu Beraki meegegaan naar Eritrea. Met een camera gelukkig. Hoe kwam het er überhaupt bij om mee te gaan? We waren toen net al een beetje begonnen met het te oefenen. En ze kwam toen... Oefenen voor de CD, om die te maken. Ja, we gingen elke keer ophalen in Rotterdam. En dan brachten we daar naar onze oefenruimte. Hier vlakbij in Wormer. En dat hadden we een paar keer gedaan. En toen kwam ter sprake dat ze terug zou gaan. Dat ze... van plan was om naar haar familie op te zoeken. Voor de eerste keer? Na 24 jaar. Ja, en ik was sowieso al bezig met het filmen van het oefenen ook. Ik dacht, dat is natuurlijk wel een schitterend moment om mee te gaan. Om te kijken hoe het daar gaat. Maar toen wist je zeker dat ze toch een ster is in haar. Ja, ik vond het. Ik had het niet verwacht dat ze er zo meteen al herkende. En je bent naar de plekken gegaan, hè, waar zij die voor haar van belang zijn geweest in haar leven. Ja. Dus de aankomst, wat ben je daarna gaan doen? Ik ben met Haitou ook naar de wijk gegaan waar zij vroeger begonnen is met spelen. En waar ook haar familie vandaan komt, waar ze geboren is. Dus is ze niet geboren, maar opgegroeid is. En dat is een echte volkswijk. Het lied Abba Shawel is opgedragen aan deze buurt en haar inwoners. Het is een oud lied waar iedere zanger, zoals in de Eritrese orale traditie gebruikelijk is, eigen variaties aan toevoegt. Yeah.
زي كمعكا كمعكا تبلوني انتا كدبوني سبيت بي عبيدا ورك خدانا عبيدا من الهدى تبلت بازاي بازاي فريه Abba Chavel kent vele Endasua's, bierhuizen, naar men zegt wel meer dan 100. Zonder uithangbord, maar herkenbaar aan de drinkbekertjes langs de stoeprand. Er wordt lokaal gebrouwen bier gedronken en er wordt veel muziek gemaakt. Op 16-jarige leeftijd gaat Chay Tuberaki van school af om met haar kar en haar stem in een Endasua te gaan werken. بيتك زين استعطوا نيركم يا تنيره مايلس لازم زول على 15 16 انت تسوتي نيركم سوا وا نديركم وحده ابا جاول ب 10 ب 10 سنتيم ابزي اه هيدا انا زايد انا شاين انزت نيركم انا نزايت وراخي مزاقتكم نديركم نيرنا خط سمعي نزايت وراخي زرو ولنا كلهم قدحنا لنا قدحنا لا هو زايت وراخي غميت مثل زايد غرار يتوقع نيرا تفلت هذا زايت وراخي نامن تجمري أدامن هوانن عدم مستفطري هاي أبي تجمري أدامن هوانن عدم مستفطري Het is begonnen bij een vrouw die heette Wuba. Die had zo'n Endasua, een huis voor bier. En die ontdekte al heel snel dat ze gewoon met die kar en dat zingen zoveel mensen trok. Ze moest gewoon altijd spelen. Hoe ging dat met de mensen die langskwamen? Welke liedjes kunt u dat misschien in uw eigen taal beschrijven? In de Tigrinya. In de Tigrinya. Ja. Gaan ze achter in de m. Ik meet de kraar. Hoe we met de café her? Café, Eritrea café. Nieuw, fresh, boon. Name café. Die ik zit dan. Say nay na amo na amo ha
Dansen, half liedje, drinken koffie, half liedje, drinken soa. Soa bier. Soa, soa birra eretri. Soa. Met mais. Michel Antaïblo. Zelf hier, half drinken, half slapen, half spelen. En geld verdienen. Hausen, hoewa, 51. Niet euro. Kersie. I am a little bit of a نيرا وتو نبرت نبر نيرا موي تايلنا انا بخينا دحار ازي ساتو تبيلو تاخس تا وري قتا نفاري تبهيلو انا بدحري اقوالي كي دفرتون طبق غير ولا زخدي بلا سني زبلي بلا تزربا سو دا ابو زخ كوي نبر ريايا ماما الى تننا حجي سلسته ليتي بحن سب حاديرنا ابكرتم لحر بحنسا مسحادرنا بلا انا خيد اللهو حجي اخلن خيد توقات ايرا اللوني سراح الهن لحر منسو مخصد الكي تبن الله زي اتلفزيان بزغير بغالي لأ مزقة المزقة تلفزيان كسد الكي يا مذكرتا تبن الله دحن اراي النفس خمو دحن كوني ايت عمال ليرشو اتوم كيدوم كم قليل كاوزا ميرت وكت لحر بدي حريقة حانت زمدا مزيعتني عديو بخم ايلان ديا تذكرك انت هايتو الى هنو وحقا ماما خمزت بالنيرا ماما خمزت بالنيرا تبلك كل قزية بسبق انبر بخوفة ايتل عليك الى هني بقى حجي قداماي بزا تلفزيون عبيا اريقا كم ارقان ديرا وخم عبيا او ترايا درف دريفا هاي درف دريفا دحا هاي تي كاك كاك كلن
Politica durft u te durven, meren? Ja, het durven, ja. Politica. Nee, nee, voor wie? Nee, voor Amore, het gebeurt. Amore, Amore gaat voor toe. Oké. Maar Annie, ga anti-felite eeuw laten droffen, te droffen. Toen zag ik. Ik wel iets, Lala. U maakte allemaal zelf liedjes in Eritrea. Zelf componeren, zelf tekst schrijven. Ik schrijf met mijn boek, die liedje, schrijven. Half, ouwe, die Abba Shaul van Tjerhi, nieuw. In Eritrea, ik maakte. Het zijn verhaaltjes, het komt ook uit een orale traditie. Ja, precies. Ja, dat vertelde ze net al een beetje, dat sommige liedjes hebben de basis gewoon in generaties daarvoor. En dan voegt ze daar zelf weer haar eigen interpretatie aan toe. En dat... Ja, het is heel traditioneel, maar ook heel nieuw. Weet je, het improviseert en het... Ja. Ze geeft ook een commentaar op de laatste ontwikkeling in Eritrea, of de laatste dit. En... Je hebt die kraal zelf gebouwd, hè? Vind ik al... Nou ja, ze had nog wel een kraal, maar die was helemaal gammel en... Teri. Dus ik had een beetje foto's gekeken, maar... en een beetje... Ja, kijk, die kraal. Op naam Teri. Hij heet ook Teri. Ja. Teri Sensen. Maar heb ik niet verzonnen. Maar hoe heb je hem gemaakt dan? Dat het ziet er... Nou, maar ik kan wel een beetje hobby werken. Dat vind ik gewoon wel leuk. Ook voor het huis. En een beetje op foto's gekeken en een beetje geprobeerd. En het was in één keer goed. Ja, mooi. Want hoe speel je? Hoe speel je? Met allebei de handen, hè? Ja. Hier boven ritme? Allebei ritme? Ja. En alles met 6 snaren? Ja, ik 6. En de andere 5 spelen. Ja, maar ik krijg van mij, van Atabraha, van Berachat Mengistaab, van Tolde 6. Ja. Van andere 5. Uh-huh. Ja. Met oefening 5. Of 6. Mm-hmm. Andere mensen met 5. Maar ik speel 5. Maar deze zelf bass. De bas. Deze? Zelf bas. Kijk, die mooi. Maar die 5, deze. Maar 6, zelf keuze. Zelf gekozen. Kees. Zonder haar ben ik gaan zoeken naar muzikanten die met haar hebben gespeeld. In de vroegere periode. En ik wilde gewoon verhalen horen van hun. En dat was een hele zoektocht. Ik ben langs allerlei cafeetjes gegaan om oude mannetjes aan te spreken. En te vragen of ze die en die kenden. En via kwam ik steeds aan allemaal namen die mij allemaal niet bekend in de oren klonken. Maar langzamerhand kwam ik erachter wie dat allemaal waren. En er kwamen er ook foto's tevoorschijn. En toen dat heeft een beetje allemaal... achterhaald met wie in wat voor omstandigheid ze heeft gespeeld. كم زعم سنت نفعت دراك تلا نريد نرعى تباهلنا أبت جزاء أتينا تقع بوليس دلو جزاء تلنا سوا أتينا درجة خوفي لنا بزح ساعات هسا نحنا أبو زعاتو زنبرو مبزحتهم شما قلين من إسيات حوسواس يوم قلت زيادة نعاز فتوى النبرة من إسيات يوم هنياتو أبتو أنتي زمناو درفي بخرار بزي أوركسترا درف نبري نساسة زخونات يسحبوا يم نيرهم سلازي تدرفنا تا يحبنا نيرو كم فتوى زي نورسي نسان نبينا قوان نسيتي أمو دماء بعدنا سبل زبالت
ክሳብ ሕጂ ፍትውቲ እያ ፀሓይቱ ኣነ ዋላ ምምሳይ ጓል ማሕበረይ ትኾን እምበር እቲ ቁም ነገር ናታ ወይ ድማ እቲ ክብረት ናታ ሲ ክፀቅጠስ ሕልና ይፈቅደለይኒ ፍትውትን ክብርትን እያ ብዛዕባኣ ፅቡቕ እያ ዝፈልጣ ምክንያቱ እቲ ፅቡቕ ናታ ንሳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክንሳ ብዘይ ማሕበር ወይ ድማ ብዘይ ሰዓብቲ ብዘይ ደገፍቲ ምስኣ ዝሰዓዩላ ኤሊመንቲ ወይ ኢንስትሩሜንት ዘለዎም ናይ ባንድ ንበይናስ ክንዲ ብዙሓት ኮይና ተዓዩ ነይራ እሱ ድማ ሳብ ሕጂ ፅቡቅ ሽም ሂብዋ Je hebt een soort briljant idee gehad om ze ook iets te laten zingen, hè? Ja, ik heb ze tijdens het interviewtje gevraagd om wat te zingen. Mandilei harirei, msai zurie, mandilei harirei, msai zurie. Het wil het aderfie. Gien nou wacht, ja. Hegi misti idme, misti chahmi gaan, orbe, aysam, aan de maat, mer. Mderaf baad, haar kamen ze haar gereden. Som kaani, agat aan ze zmet, zahun, zahit, 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 አዲስ አበባ ንክነምፃ ተገዲድና ማለት እዩ ኣብኡ ወሲድና ከዓ ምሳና ኣድሪፍናያ ዲስኮ ጌርና ኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓብ ውጤት ዓብ ማዕነት ረኺባ እቲ ደርፍታታ እውን ፅቡቕ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ረኺቡ እወ ንምሳሌ ሓደ ግዜ ስታ ኮይኑ መስለካ ትስ ዝብለኒ ናይ ፀሓወይቲ ነገር ምስ ተወልደ ረዳ ኮይና ሓደ ቦታ መርዓ ንኸይድ ሞ ሕጂ ኣብቲ መርዓ እቲ ጓይላ ይዕምር ብጣዕሚ ካብ ቁፅፅርና ንላዕሊ ኸውን ምስ ደመቐ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ሕሳብ ዛር ኮይኑ ተጉራዕ ማለት እዩ ምሰጉራዐት ፀሃይቱ ድማ ይመፅር ወዲ ሓሪር ትብል እሞ እሳ ከዓን ተጉራዕ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ካልኦት ምሳና ከበሮ ተወቀ ነበረ ንምሳሌ ኣስሊ ቴድሮስ ትበሃል እሳ ውን ከምኡ ተጉርዕ ተወድቕ ወሮ እቲ ናህናስ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ግን ካልእ ትክእዎ ካልእ ሰበይቲ ምስ ጉርዐት ማለት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ኣለዋ ቁሩብ ናይ ዛር ዓይነት ኣብቲ ሙዚቃ ከዓ ኩሉ ሻዕ ሙዚቀኛ ደራፋይ ኣብ ናይ ትግርኛ ብሕልፊ ፅቡቅ ጓይላ እንደርልዩ ይረአየና እዩ ይመፀልና እዩ ብኸምኡ እዩ ናይ ፀሃይቱ ንምሳሌ መጀመርያ ፍቅሪ ዝብል መጀመርያ ፍቅሪ ላላላላ ዓይና ምን ተጀመረ ላላላ ኣዳምን ሂዋንን ኣብ ዓለም ዝተፈጥረ ላላላ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ልበይ ሓደረ ኣየየየየየ ከምዚ ብል ነይሩ Nou, dit is bijvoorbeeld een heel bekend liedje wat ze in 1972, geloof ik, in Addis heeft opgenomen. Ze was toen al echt als muzikant erkend, want daarvoor speelde ze eigenlijk alleen in de kroegjes, in de achterbuurten. Daar was ze bekend, maar echt onder de gewone publiek. Maar op een gegeven moment was er een man, een gitarist, de Wolde Redda, die haar... ontdekte dat ze echt gewoon enorm goed was. Iedereen had het ook over haar, dus die haalde haar uit de kroegenwereld ook echt op een groot podium. En toen is hij met deze Beyenne, die ook krak speelde, ze hebben een band gevormd. En toen zijn zij naar Addis gegaan om een single op te nemen. Twee singles eigenlijk in de stad. A- en B-kant, vier nummertjes hebben ze opgenomen. En daarvan is dit ook één nummer, wat hij net gezongen heeft. Dat is een hit geworden. Dat is een hit geworden, met Jemeria Fahri. De eerste liefde, over Adam en Eva gaat het. En iedereen kent dat nummer. Dat is één van de bekendste. Is dat het nummer wat zij ook voor jou zingt? Jullie zijn naar Parijs gegaan, naar een festival. Ik heb iets gezien dat zij op camera naar jou zingt. Ja, dat zingt ze ook dan. Ja, inderdaad. Je vindt het cadeau. Anne vertekken. Yeah, I like the next season is going to be with her.
Maar de liedje is mooi. Terwijl speelt hij gitaar, hè? ولكن يفلتان نيرو مزوح بدرفا يفلتان نيرو مالتي باكل استلاله خلا اب واشنطن دي سي اب شنجا تميتن تسعان شوعتن فستيبال زنورو الفستيبال كساتة في لخيدة او رخيبة السلام إليه ناتا درفي بتعمي زفوتو حانت درف ناتا خمان بتعمي زد معه دفوتوان مالتي زي بعد فرست بلالاته قويلة بعد فرس أخذ عينه بحرس لا 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 نسا وصدرك أنت أيو كي وسيلة لك أنت أنا أب واشنطن دي سي زيادة السخد درفة مستمع أخوة الساوين كالدرفة خم دخونا السلز فلوتكو أفتشو أي درف كان مالتي شعو أفتكال ستيت ناي أمريكا درفاني ري أو قيل نرباش كتكوري تخل تخون وين قلة سمعتات كحضرة خلي بزبل تادرفي شعو السخل لا يدرف كان أنا كمين رأيي في درفتات أنا بطعمي زبنا بفلي أب ناتا دمتي مزوزة لا تعبيت ناي بحق إيه أنا بطعمي زبطو ناتا درفي يدنغا خاي هم درافيت بطعمي كدرف رئيه إيه. بأكل أب واشنطن دي سخ درف كلا رئيه بدمتات رح بتيب كاسيت رح السمعاني رأ بأكل كينا قد إما فيني بطعم خا قل تايك إني معا لي ولا لاني ولا لاني أتم برامي سلا أولا لي ولا لاني ولا ماني أمود عاري سلا أولا يهو شرم لما بزعبا تصحيتو زارم كلخو أبدر فترحكم دي كونك زاد نقاسني أفتي أنتار تلاقي نقالو سلو نبرنا نسالة سعامة تستعطنا اللو قدلوين أب تقادل حارنة إترا كم تقادلت كوينة تقادل يعني را أزوين كتقصو زدالي تزعبي أب حقر أبدر فترح زي كونسي أب رتاو ألسوين عبي أبر كتخم زنبرا Het is wel. Heb je ook met ze gevonden die strijdliedjes die daar mee te maken hadden? Muzikanten? Ja, ik kwam een Isaac Abraham tegen. Die heeft met een hele groep muzikanten is hij met haar aan het front geweest. Dat was kennelijk dus een aparte groep. Ze hoefden ook niet te vechten, maar ze waren er echt voor de muziek. When she came back from Addis, we almost everybody or every friend of hers stayed for her at home, and we started dealing with her as a musician, and took her to the stage, and we started playing music together almost all around Asmara as well as Makale someday. To Tigray, we went together and we played this music together with her. All these cassettes now played by her, we played them
there in that time, and it was really very beautiful, and we liked Sahaitu as not only like, we almost adore Sahaitu and other vocalists like her, such as Amlaset Abai, Ato Berhan, Sagid, Tabarrah Tesfahunain, Takbaru Takhlai. These people were all vocalists in those days, and we loved them and we adored them because they were very little in number and they were really dedicated in the profession. And at last, Sahaitu went to the field, to the ELF, and even after we entered to the Sudan, we were together. We worked with her, Barakat Mangustab, Hadgu Tawalde, and me as a history teller. So we made a tour in the Eastern Sudan, and we were together with Sahaitu. But after we got back to Khartoum, we were separated because I went to the field again to fight, and they remained in Sudan. In the Sudan, and then they went to exile again. Sahaitu, as I have heard later, arrived in Holland. Barakat Mangustab returned to Saudi Arabia, and the others, I don't know. Hadgu is here today. Therefore, this was the situation which happened at last. This is what I know about Sahaitu. And I only not like her. Once again, I repeat it, I adore her because she's one of our greatest, fantastic vocalists, and she has contributed to the national question as all her comrades in the field, as well as in the town, as all vocalists. So she's got a great history in the armed struggle of the Eritrean Revolution. Haile Selassie, sinds 1916 keizer van Ethiopië, dat samen met Eritrea een Italiaanse kolonie was. Alleen heerser tot 1935, dan valt Mussolini Ethiopië binnen en stelt beide landen onder Italiaans gezag. Chaitu Beraki wordt geboren in 1939... Na de Tweede Wereldoorlog komt Haile Selassie met steun van de Amerikanen opnieuw aan de macht. En in 1950 beslist de Verenigde Naties dat Eritrea ingelijfd wordt bij Ethiopië. Sinds die dag groeit het verzet. De hongersnood van 1973 wordt Haile Selassie fataal. Hij negeert zijn volk terwijl honderdduizenden sterven. In 1974 grijpen de militairen de macht. In de cafés zingt men over hongersnood en de oneerlijke verdeling van het land. De jonge kapitein Mengistu wordt de nieuwe leider. En al gauw ontpopt hij zich tot dictator. En bestrijdt met harde hand en gesteund door Rusland de behoefte aan een zelfstandig Eritrea. De terreur is enorm. De bierhuizen sluiten en niemand durft de straat meer op. Chaitu maakt kennis met het verzet, de ELF. En al gauw sluit ze zich aan bij de onafhankelijkheidsstrijd. In 1978, bij zeer zware aanvallen, raakt Beraki gewond en krijgt een granaatscherf in haar hoofd. Vele van haar medestrijders vluchten. Beraki herstelt in Soedan, keert terug naar het front, vlucht na 1 jaar opnieuw naar Soedan, alwaar zij 10 jaar in een vluchtelingenkamp verblijft, om uiteindelijk in Rotterdam politiek asiel aan te vragen. De oorlog duurt 30 jaar. Er sterven 65.000 mensen en in 1991 wordt Eritrea uiteindelijk zelfstandig. She had a song, had I been the director of the jail, I would have taken them out all. I would have allowed them to get out of the jail all, because they must be free. It's for the sake of their country that they talked politics or they acted politicians. They are not thieves, they are not criminals that they are in the jail. Therefore, I would have taken them all out of the jail. And her song would be like this, you know. She had a little modernized song like this.
This is a song which is sung for the sake of the jailers in the prison, imprisoned by the Ethiopian government. She was very, very dare. She was very brave, and she was talking this in front of anybody. Even if the Ethiopian militants are available, she was talking like this. If they are drunk, she was just slapping them and taking them out. Therefore, she was a very strong woman. And people were saying, you took us out of the city, and where do you want to send us now? The fighters were saying to her like that. We were sent by you to the field from the town. And now we are in the field. Where do you want to take us out? Do you want to send us to Sudan, or do you want to make us fly to Addis to kill all the colonizers? They were telling her like this. People were telling us in general like this, and especially to her, because they remembered what she was saying in Asmara, and they found her in the field again. And she started singing in the field too. What are you going to do? Where are we? You brought us from our homes, and then again you take us. Where do you want to send us now? They were saying like this. You know, it was to this degree that she was influencing people. U bent zelf ook in de oorlog geweest, hè? Ja, maar niet op die, alleen muziek. Alleen muziek maken in de oorlog? Ja. Liedjes maken over de oorlog? Ja, achter de asker, achter die... Achter de front. Ja, zingen. Uh-huh. En dan niet vandaag naar onder gaan... van die spelen hier, dan weer dan de andere kant komen spelen hier. Mm-hmm. Ja. Maar liedjes gaan wel over dat alle jonge mannen moeten mee om te gaan vechten. De liedje van onder, niet liedje hier, ik. Van onder, andere liedje. Wat is het liedje van onder? Wat is dat? Van onder... Sarawit neither gees, mecha erirai, jou haste la ila, sawit kunut rai, ta ta ra ta ta ta. Sarawit dergi kunun kutu, en de seina anai mida to hoi mida. Is een liedje van politiek. En zelf geschreven ook, of de tekst? Nee, deze geef, die houses geven hier, die. Ja, ze is coupletten. Ja, die van de politiek. Ja. Die schrijven op de politiek te praten. Ja. Die zijn geven die houses. Ah, dus u kreeg tekst? Ja, ik. Van mensen, van de soldaten? Ja. En dan gingen jullie liedje maken? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Alleen die oorlog met twee presidenten. Niet goed. Van mij, ik weet het niet wel van Ethiopië. Alleen salam goed. Ja. Salam, begrijp je salam? Salam. Vrede. Ja, salam. Alle twee, salam goed. Het is echt een oorlog tussen machthebbers en niet tussen mensen. Onder Eritrea, salam goed. Hier, salam goed. Ja. In Rotterdam ook? Ja. In Rotterdam ook. Salam goed. Hé, hey Terry, de ontmoeting met Tjaartu Beraki heeft je ook in een soort, tenminste dat geldt nu al voor mij, in een soort subcultuur gebracht waarvan ik amper wist dat die bestond. Namelijk heel veel Eritreërs zijn onder ons in Rotterdam. en jullie zijn natuurlijk, jij met Emma en je vrouw, jullie zijn heel vaak meegeweest naar dat soort feesten. Hoe is die gemeenschap? Kun je er iets over vertellen? Ja, ze zijn echt heel authentiek, en heel, maar ook heel sociaal ten opzichte van heel veel dingen. Het gaat heel veel over muziek en eten en sociaal. Maar als je daar komt, dan zie je toch weer allemaal dingen die je nog nooit gezien hebt. Dat manier van dansen en dat manier van... Het is interessant. Ja. Maar ik vind het gek dat zo zichzelf blijft, gewoon ook in Holland. Ja.
خالي سوق مريتم